Welkom bij aflevering 13 van Hansje. Ja, bovenaan. Ik zei het toch vorige keer. Wij staan bovenaan. Ja, wij staan bovenaan. We kijken alleen maar naar boven. We kijken niet meer naar onderen. Het gaat lekker. 27 punten, 12 wedstrijden. We klagen niet. Terugblik tegen Cambuur. Met de rust met 1 achter. Het was een beetje een slappe hap. Het was dat er niet. De tweede helft ging het weer zoals het wezen moet. Favoriete speler was Mohamed. Raakte hij hem of raakte hij hem niet? Kreeg van de Gelderlander. Maar ook van ons een 8 voor het hele werken. Maar 2 prachtige doelpunten. Jordan, die had een beetje pech met zijn kansen. En die Stief met die lange piezen. Die deed het goed. Die had wel mazzel met het doelpunt. Voor deze aflevering zien we afgereisd naar het trainingscomplex van de Superboeren. Je ziet het wel achter mij. Nou, Sjoerd, wou je nog iets zeggen? Van... Sjoerd is bang. Als hij vrijdag ook zo bang is, dan wil het niet veel met Sjoerd. We willen kijken hoe hun trainen. Die boeren. Niet op kunstgras. Je ziet wel dat het echt gras is. Er lopen ook A1-spelers bij. Die zien wat kleiner. Speel jij nog steeds in de A1, jongen? Allemaal verschillende sokken aan. En ook geen rugnummers hebben ze. Nee, oornummers hebben ze. Wel lastig voor de stadionomroepen. Tussen de middag gaan ze gezamenlijk eten. Ze hebben allemaal een eigen kleedkamer. Ga nou even praten met Sjoerd As. Heb je hem? Ik verstel er geen klote van. Nou Sjoerd, ik heb een lekker kuksje voor je. Fred, die met de vingers er nog bij op die Sjoerd. Hé, hey, keeper, wat denk je dat je de vuldeur laat? Ja, Fred, dat kun je wel, maar keeper kun je niet, jongen. Hij nog wat toe te voegen, hè? Nee, hij ziet ook niet zo goed. Hij komt goed uit dat hij vrijdag niet zo goed ziet. Doe het zo. Zo, ja. Olé, Super NC. Olé, Super NC. Ik schiet in de box van angst. We staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Wij staan bovenaan. Ja, wij staan bovenaan. Ja, hier zien die lui van de graafschap niet blij mee, ja.